Deze meditatie wordt verzorgd door kandidaat Guit. Fijn dat u weer luistert naar het dagelijks woord. En we lezen verder in Matthäus 4. Gisteren lazen we daarvan de eerste verse en vandaag lezen we verder vanaf vers 5. Toen nam de duivel hem mee naar de heilige stad en zette hem op het hoogste gedeelte van de tempel. En hij zei tegen hem: "Als u de zoon van God bent, werp u uzelf dan naar beneden, want er staat geschreven dat hij zijn engelen voor u bevel zal geven en dat zij u op de handen zullen dragen, opdat u uw voet niet misschien aan een steen stoot." Jezus zei tegen hem: "Er staat eveneens geschreven: U zult de Here uw God niet verzoeken." Opnieuw nam de duivel hem mee, nu naar een zeer hoge berg. En hij liet hem al de koninkrijken van de wereld zien met hun heerlijkheid. En hij zei tegen hem: Dit alles zal ik u geven als u knielt en mij aanbidt. Toen zei Jezus tegen hem: Ga weg, Satan, want er staat geschreven: De Heere uw God zult u aanbidden en hem alleen dienen. Toen liet de duivel hem gaan. En zie. Engelen kwamen en dienden hem. Een van de meest indrukwekkende romans die ik ooit heb gelezen is de roman Stilte van Shusaku Endo. Het is een roman die zich afspeelt rond het jaar 1640 en het gaat over een Portugese katholieke priester genaamd Rodrigo. En die gaat op reis naar Japan. Zijn leermeester Ferreira is hem enkele jaren geleden voorgegaan naar Japan, maar al geruime tijd verneemt de kerk in het Westen niets meer van leermeester Ferreira. Er doen zelfs geruchten de ronde dat leermeester Ferreira zijn geloof heeft afgezworen iets wat die priester Rodrigo, de hoofdpersoon van het boek, niet kan geloven. En daarom reist hij hem na naar Japan om de beginnende kerk daar te ondersteunen. Maar ook om zijn leermeester Ferreira te vinden. Nou ja, na allerlei gebeurtenissen wordt priester Rodrigo echter opgepakt en komt hij in een gevangenis terecht. En op die plek wordt hij voortdurend geconfronteerd met het gekreun van lijdende Japanse christenen, die even verderop zware martelingen moeten ondergaan. En terwijl hij die afschuwelijke geluiden moet horen, wordt hem een vreselijk dilemma voorgelegd. Ze zeggen tegen hem, al die Japanse christenen die je nu hoort kermen van de martelingen, ze gaan vrij uit als jij, priester, als jij je geloof afzweert. We laten hen vrij uitgaan en trouwens jouzelf zullen we rijkelijk belonen. Het is een dilemma wat de priester haast tot waanzin drijft. Met één simpele daad kan hij er vele bevrijden van zware martelingen. Maar tegelijkertijd wil hij zijn geloof niet afsweren. Wat moet hij doen? Juist als de wanhoop hem haast te veel wordt, heeft de vijand nog één troef in handen. Op de plaats waar priester Rodrigo gevangen zit, stapt ineens een man naar binnen. Het blijkt leermeester Ferreira te zijn, de man naar wie hij al die tijd al naar op zoek was. En uit het gesprek dat die twee met elkaar hebben, wil ik nu een klein stukje aan u voorlezen. Hou jezelf niet voor de gek, antwoordde Ferreira rustig. Met die mooie woorden moet je je eigen zwakheid niet camoufleren. Mijn zwakheid? De priester schudde zijn hoofd, maar zonder overtuiging. Nee, ik geloofde immers in hun verlossing. Je vindt jezelf belangrijker dan die mensen. In ieder geval vind je je eigen verlossing belangrijker. Als jij zegt dat je het geloof afsweert, worden zij uit de put opgehezen. Ze worden uit hun lijden verlost en toch word jij niet afvallig. Je schrikt ervoor terug om hen de kerk te verraden. Omdat je bang bent een schandvlek voor de kerk te worden, net als ik. De stem van Ferreira, die tot zover in één woedende ademtocht had gesproken, werd langzamerhand zwakker. Zo was het mij ook te moede. Ik was net als jij, zegt Ferreira, in die pikzwarte koude nacht, maar is dat een daad van liefde? Het heet dat een priester naar het voorbeeld van Christus moet leven, als Christus hier was? Een moment zweeg Ferreira. Maar toen zei hij luid en duidelijk: Christus zou voor hen vast en zeker het geloof hebben verlogend. Tot zover het citaat uit de roman Stilte. Ik moest er aan denken bij het lezen over de verzoeking van Jezus in de woestijn. Wat gebruikt Satans smerige verleidingstactieken? De Vader der Leugen gebruikt de waarheid notabene om Jezus te verleiden. Er staat geschreven dat Hij zijn engelen zal bevelen, zegt Satan, en daar spreekt Hij de waarheid. Want het staat daar in Psalm 91. Maar als Jezus die verleiding kan weerstaan, dan heeft Hij nog een andere troef in handen. Hij laat Jezus al de koninkrijken van de wereld zien met hun heerlijkheid. En hij belooft ze hem te geven als Jezus zich neerknielt en hem aanbidt. Snapt u nu waarom ik aan het boek van Endo moest denken? Priester Rodrigo wordt op zo'nzelfde duivelse manier verleid. Eerst zet de tegenstander de waarheid naar zijn eigen hand. Hé hey, priester, Christus zou toch ook alles opgeven om een ander te redden? En daarbovenop. Belooft de tegenstander ook nog eens een rijke beloning voor die priester. Als jij je geloof opgeeft, dan word je vorstelijk beloond, priester Rodrigo. Een smerig mengsel van halve waarheid en hemelse wilde gebruikt Satan om priester Rodrigo, maar zelfs om onze koninklijke hoge priester te verleiden. En wat is een tactiek vaak succesvol gebleken? In de roman Stilte bezwijkt priester Rodrigo uiteindelijk onder de satanische druk en verloochent hij zijn geloof, net zoals zijn leermeester Ferreira jaren geleden had gedaan. En trouwens, misschien ben jij of bent u ook al wel eens bezweken onder duivelse verleidingstactieken van Satan. U beriep zich op het woord van God om uw valse praktijken te verdedigen. En jij, je verlekkerde je misschien aan de koninkrijken van de wereld met al hun heerlijkheid. En je bezweek. Of je dreigt te bezwijken. Nu, op dit moment in je leven, de druk wordt je te veel. Het lijden te zwaar. De beloofde beloning te mooi. Je geloof te verwaterd. En God, Hij is je te stil geworden, en je dreigt te bezwijken. Toen zei Jezus tegen hem: Ga weg, Satan. Laat dat vandaag een bemoediging voor je zijn. Al is er in jou weinig kracht om de verleidingen op je pad te weerstaan, jou staat een sterke held terzij die God ons heeft verkoren, zong Luther. Het is een held die heeft gezegd: Satan verdwijn. Vraag jij zijn naam? Zo weet dat hij de Christus heet, Gods enige geboren zoon, verwinnaar op de troon, de zegen is ons beschoren. De overste leidsman en voleinder van het geloof, Jezus Christus, hij heeft definitief nee gezegd tegen Satan. Niet alleen toen hij honger had en hier in de woestijn brood aangeboden kreeg, niet alleen toen hij verleid werd met Gods eigen belofte, niet alleen toen hij grootse beloningen kreeg voorgeschoteld. Maar ook toen mensen hem toeschreeuwden, anderen heeft hij verlost, zichzelf kan hij niet verlossen. Ook toen lag er een nee tegen Satan op zijn lippen. En die nee tegen Satan, dat was een ja aan zijn vader en een ja aan u. Toen liet de duivel hem gaan. En zie, engelen kwamen en dienden hem. En met dat ik die engelen dat zie doen, ga ik hem ernaast staan. Kom, beste luisteraar, laten wij aanbieden. Die koning. Die koning die nee zei tegen Satan. En die ja zei tegen zijn vader. En die ja zegt tegen u, die al zo vaak bezweken bent. Zullen we hem daarvoor danken? Heere God, dank u wel dat u nee heeft gezegd tegen Satan. Het leek erop dat als u ja zou zeggen, dat u dan de hele wereld zou redden. Want ja, Satan beloofde u alle koninkrijken van de wereld te geven. Maar, ja, dan zou wel de verkeerde hebben gewonnen. Maar u zei nee. U stuurde Satan weg en hij ging weg. En eens zal hij voor eeuwig weg zijn. Maak het nu al waar in onze levensheren. Voor elk die momenteel in het duister dwaalt, voor elk die op dit moment luistert en met zware verzoekingen en verleidingen te maken heeft, voor elk die dreigt te vallen, bidden wij u: stuur de Satan weg en houd u staande wie dreigt te vallen, en laat uw ja. Hem of haar op dit moment aanmoedigen om vol te houden, totdat u komt. Amen.